gaat niet alleen om de klant, het gaat ook om de gebruikers en eindgebruikers. En wat we hebben gedaan in de voorbereiding is allemaal interviews gehouden. En tijdens de sessie zijn we begonnen met stakeholder-analyse om te kijken wat het speelveld is. Daarna hebben we een stakeholder value map gemaakt en we hebben de deelnemers laten stemmen wie de belangrijkste stakeholders zijn. En daar hebben we de 6 belangrijkste uitgekozen en naar aanleiding daarvan hebben we persona's gemaakt. Persona's zijn fictieve personen die een bepaalde doelgroep representeren. En met een paar persona's hebben we klantreizen gemaakt. We hebben een aantal interviews gehouden met een aantal collega's met een arbeidsbeperking en ook een aantal andere belanghebbenden in dit gebied. En het belangrijkste is dat je open vragen stelt en oprecht nieuwsgierig bent en goed luistert naar datgene wat de geïnterviewde te vertellen heeft, zonder gelijk naar oplossingsrichtingen te kijken. Dus gewoon oprecht open en nieuwsgierig zijn naar datgene wat de ander te vertellen heeft. We zijn als team begonnen om met een stille brainstorm. Elk teamlid heeft een aantal post-its gekregen. Ze hebben een paar minuten belangrijke stakeholders opgeschreven. Daarna hebben we als team alle post-its geplakt. En ieder teamlid heeft een toelichting daarbij gegeven. En zo zie je dat de belangrijkste figuur in het midden is gezet en alle andere betrokkenen tot een bepaalde afstand van de centrale figuur is geplaatst. Uit de stakeholder-analyse zijn de 6 belangrijkste stakeholders gekomen, omdat de teamleden hebben gestemd. Elke stakeholder wordt uitgewerkt door een groep van 2-3 personen. En elke groep gaat dan een pain en een gain benoemen. Dus de pains, van wat heeft zo'n stakeholder te winnen en wat heeft een stakeholder te verliezen. Dus waar gaat het wringen, waar gaat het pijn doen. En dat is belangrijk omdat je daar in de volgende fase rekening mee kan houden tijdens het bedenken van oplossingsrichtingen. En wij vonden het heel waardevol om voor elke stakeholder ook een user story te maken, zodat je heel beknopt het gebruikersverhaal kan samenvatten. Dus daarin staat de kern van wat een stakeholder wil. Uit de Stakeholder Value Map hebben we een aantal belangrijke stakeholders genomen. En naast de collega met de arbeidsbeperking hebben we in dit geval de ICT-medewerker genomen. We hebben daarvoor een persona opgesteld. En de persona is een fictieve persoon die voor een bepaalde doelgroep staat. En we zeggen altijd van nou pas op dat je niet een echt persoon neemt. Maar ga een persona helemaal opbouwen. Dus met een gezinssamenstelling, hobby's, vrienden, werk, quotes, noem maar op. Alles om zo'n persona echt te maken. Je wil zo'n persona heel echt maken, zodat je volledig kan inleven in zo'n persoon en ook je heel goed kan voorstellen welke stappen hij of zij gaat doormaken bij zo'n klantreis. Dit is de poster die we voor gebruiken. Dit is de klantreis van de persona ICT-medewerker en de trigger is dat er een melding binnenkomt van de collega met een arbeidsbeperking. En dit is dan de klantreis voordat er een oplossingsrichting was. En heel belangrijk zijn dan de stappen die de ICT-medewerker maakt. Welke kanalen, touchpoints, contactpunten hij dan raakt. En dit is zijn beleving. Wat voelt hij, wat merkt hij, wat wil hij? En door al deze klantreisstappen ook opgetekend wat zijn beleving, zijn ervaring erbij is. En heel belangrijk bij een klantreis zijn de kansen en obstakels. Als mensen samen klantreis maken, dan worden bijna vanzelf de kansen en de obstakels waar je aan moet werken genoemd. Je maakt vanuit verschillende persona's een klantreis, zodat je van heel veel verschillende invalshoeken een blik kan werpen op de problematiek. Je maakt de klantreis aan het begin, dus voordat je aan de gang gaat met allerlei oplossingsrichtingen te bedenken. Maar je maakt zeker ook een klantreis van de nieuwe of de gewenste situatie.